Robin Boekhout, nu nog LSC en volgend jaar Sudoku. Van waar de overstap? Ja, ik heb altijd mijn sportieve ambitie uitgesproken om op hoog niveau te voetballen. Ik heb vroeger natuurlijk ook bij FC Den Bosch gevoetbald, dus ik ambieer het om zeker op hoog niveau te voetballen. Ja, nou goed, nu komt er een mooie kans voorbij om op een goed niveau te gaan voetballen. Minimaal hoofdklasse en misschien wel topklasse bij Sudoku. Dus die kans wil ik graag grijpen. Je gaf vorig seizoen ook al aan om te vertrekken. Toen heb je uiteindelijk nog besloten om bij LSC te blijven. Van waar nu wel de overstap? Ja, klopt. Ja, goed, toen zijn er wat dingen gebeurd. Heb ik uiteindelijk een aantal zaken uitgesproken. En supporters die graag wilden dat ik bleef. En goed, ik had voor de rest ook in principe wel naar mijn zin. Dus het was ook zeker geen verkeerde stap om te blijven bij LSC. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Waarom nu wel die stap? Nou ja, goed, nu kwam natuurlijk Sudoku. Mooie club, denk ik. Op een goed niveau dat ik ook ambieer. En ik denk na 3 jaar eerste klasse dat het ook een mooie stap is om te maken naar de hoofdklasse. En misschien wel topklasse dan. Ja, Sudoku staat op dit moment eerste. Hoe zie jij de stap als het naar de topklasse zou zijn? Is de stap dan niet te groot of ga je daar wel vol voor? Nee, ik ga er absoluut vol voor. Ik weet natuurlijk dat het kan gebeuren. Ze staan er goed voor. En nou ja, goed, ik zeg altijd tegen iedereen, ga van je eigen kwaliteit uit. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan heb je je best gedaan. Maar ik ga er gewoon vol voor. En ik denk ook zeker dat ik die stap zou kunnen maken. En misschien zal er 1-2 jaar voor nodig zijn. Maar goed, we zien hoe het loopt. Ik ga er gewoon vol voor en hard voor werken. En dan zien we wel waar het schip strandt. Mocht ze ook de topklasse ingaan, wat verwacht jij daarvan hun in de topklasse? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ze draaien nu natuurlijk bovenin de hoofdklasse mee, staan eerste. Ze hebben afgelopen weekend weer van een concurrent gewonnen. Dus je hebt natuurlijk een aantal jaar terug gezien dat Kozakken Boys die stap eigenlijk heel goed heeft gemaakt. En ik geloof het eerste jaar in de middenmoot is geëindigd. Dus wie weet dat er weer zoiets mogelijk is met een club uit de regio. Dus maar op dit moment durf ik niet te zeggen van waar zou je precies gaan spelen of... dus ook afwachten nog hoe de selectie precies eruit komt te zien natuurlijk. Maar ik denk dat je best in de middenmoot zou kunnen eindigen. Dat gaan we vol voor. Je speelt nu een aantal seizoenen bij LSC en je bent daar een van de grote talenten. Toch kiest Marcel van Steen is niet altijd voor jou. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ja, als speler wil je natuurlijk altijd spelen. Natuurlijk heb je daar ook de nodige discussies over. En waarom speel je wel, waarom speel je niet, waarom speel je wel. Als jonge jongen wil je natuurlijk sowieso altijd spelen. Hoe kijk ik daarop terug? Ik zeg, je wil altijd spelen en je hebt discussies met elkaar. Waarom speel je wel, waarom speel je niet? En uiteindelijk leidt dat ertoe dat je, uiteindelijk leidt het er ook toe dat je gewoon beter wordt. Want je kan niet altijd voorspoeden, het kan niet altijd voorspoeden gaan. Dus met de nodige tegenslag kom je er ook uiteindelijk wel. Een aantal maanden geleden waren we ook bij jullie bij LSC. Toen stonden jullie ruim bovenaan. Daarna een slechte serie neergezet. Is er dan sprake van onderschatting? Nou, ik denk geen onderschatting. We hebben gewoon een periode gehad waarin heel veel blessures waren. Waarin een aantal schorsingen terugkwamen. Of waarin een aantal schorsingen waren. En dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk een aantal wedstrijden, zelfs 7-8 basisspelers misten. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment gewoon moeilijk. Ik denk niet alleen voor LSC, maar ook voor een heleboel andere clubs. Dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk maar in 6 wedstrijden maar 4 punten hebben gepakt. Ja, dat is wel teleurstellend natuurlijk. Want zeker van tevoren spreek je uit om te promoveren. En het liefst natuurlijk via het kampioenschap. Nou goed, we hebben die periode al. Maar goed, als je zo'n slechte periode draait, dan baal je toch wel eventjes. Nou goed, de laatste wedstrijd hebben we dan wel gelukkig met 4-0 afgesloten tegen de Meren. Nou, hopelijk kunnen we die lijn voortzetten in de tweede seizoenshelft. En gewoon bovenin blijven meedraaien. Nu staan we 6 punten achter, maar in deze competitie zeker niet onhaalbaar. Ja, je kent alle tegenstanders nu. Is er een kampioenschap dan reëel? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Zeker als je compleet bent. Nu zijn we op zich redelijk compleet. Behalve Arie van Houweling, dan die is er nog voorlopig nog uit. Maar goed, voor de rest zijn we redelijk compleet. Dan denk ik zeker dat het haalbaar is. En als dat zo blijft, dan moet je zeker een gooi kunnen doen naar het kampioenschap. Of in ieder geval bovenin meespelen. Dat zou voor jou een mooie afsluiter zijn bij LSC? Ja, zeker. Na 3 jaar. En waarin je eigenlijk 3 jaar meespeelt om de prijzen bovenin. En ook zowel via na-competitie om te promoveren. Zou dat een hele mooie afsluiter zijn natuurlijk. En dan pas denk ik ook echt een voldaan gevoel om de periode af te sluiten bij LSC.